Het was dit voorjaar een bijzonder pijnlijk moment voor Ginny in Boer zoekt vrouw, terwijl boer Kim haar had gekozen als zijn uitverkorene, ruilde hij Ginny alsnog in voor Amy die hij eerder naar huis had gestuurd. Inmiddels vormen Amy en Kim nog altijd een koppel. Ginny moest er toen op tv achterkomen dat Kim haar had laten staan voor Amy. En nu heeft Ginny helaas nog meer slecht nieuws te melden. Zo is haar paard Angel gestorven. Dat schrijft ze op Instagram. Mijn liefste angel, mijn hart brak vandaag letterlijk in een miljoen stukjes. Haar paard lag gisteren plots ziek op de grond. Helaas kon ook een operatie niet baten en moest Ginny de hartverscheurende keuze maken om haar paard te laten inslapen. Ik hoop dat je echt weet dat ik alles heb geprobeerd om je te helpen, klinkt het bij Ginny. Ik moest de moeilijkste beslissing in mijn leven nemen. Het was ook Ginny haar eerste paard. Angel was zo al tien jaar in haar leven. Ik zal je echt zo erg missen en zal altijd van je houden, besluit Jenny.